weer terug de Puffs by Free Puffle. En eindelijk doet coachen me wij weer. Kijk. Hulk smash! Ja, staan. Oké. Okay. Deze heeft ermee te maken gehad. Cool. We gaan hem nog meer. We gaan hem uit zijn lijden verlossen. Wat was dat? Oh, je bent level 2! Wat? Echt waar? Ja! Gaat dat zo snel? Gaat dat zo snel? Ja. Dat geloof ik niet hoor. Als je zoveel punten oplevert, dan worden we rijk. Wij doen echt erg voor nu. Keihard naar voren gaan. Supersonische kopstaan. Alexander, doe gewoon niet. Ja, alsjeblieft. Ja, je zegt wel ja, Stan, maar je schopt er nooit mee. Misschien de super. Hé, hey, kijk. Dit is zo'n simpele missie. Hij vraagt of je hem eruit wil halen. Kijk hoe makkelijk dat is. Je hebt hem er zo uitgehaald. Het zijn weer die mannen die verdrietig zijn om een ship. Jam. Cool. Magie is freaking awesome. Maar dat dacht ik ook echt in de middeleeuwen. Wie, wat is dit nou weer? Juliana. Hier zijn we niet eerder geweest, maar hier is de koning. Nee, wat gebeurt hier nou weer? Oké. Okay. Oh, de grond gaat naar beneden, de grond gaat naar... Uh-oh. Oh shit. Oh! Vechten! Waar is hij nou? Achter je. Oh! Het is een teleportator. Level 3! Doe dan die super smash. Wow, hij is hier echt nog steeds. Kom, breng hem naar de... Wat zegt de koning? Ik heb een reusachtige meer om me afgestuurd, vind ik niet aardig. Zag je dat? Ik stoot het letterlijk van de troon. Lik hem op en zuig hem op. Godverdamme! Je bent echt een doordenker. Helemaal niet, jongen. Kom, ik ga het iedereen laten zien. Kijk, je stikt het echt van de bewakers in deze stad. Hoi, Isengard. Daar is blijkbaar helemaal niks tegen. Het maakt er echt helemaal niks uit dat ik koning is. Gooi hem in het water. Laat hem even drinken. Weg met hem. Nee. Maar als hij tegen een koning vecht, een koning laat altijd ridders tegen jou vechten. Maar een koning zelf, spieren heeft hij niet hoor. Daar heeft hij geen moeite voor over. Tegenwoordig moest de koning alleen maar lintjes knippen. Eens even kijken. Ik heb nu de macht. Of... Anders drukken wij met onze tongs. Jongens, dan weet je waar al aan heb of niet. Als een heup? Oké, ja. Kijk, deze stad verdient een leider die tenminste wel sterk is. Weg met jou. Ja, niet dus. Maar ja, het gaat natuurlijk om te regeren. Oké, nu ben ik de baas over jou. Ik ben nu ook de baas over jou. Oké. En natuurlijk over jou. Oh nee, dat had ik al verteld. Dat is dezelfde. Vanaf nu bezit ik al jouw ijzerwerk en al het geld wat je hebt verdiend. Die was mis, dus betaal maar het dubbele van wat je hebt. Ik heb helemaal niks. Ja, eigenlijk kun je daar alleen mee wegkomen als je niks hebt. Het dubbele wat je hebt betalen. Wat doe jij nou daar? De echte koning zal dit niet kunnen. Daarvoor is hij te oud en te dik. Ja, maar dik dan weer niet. Weg met jou. Kijk, dat was echt een perfecte schot. Headshot. Ga er terug naartoe. We willen even een geheimpje laten zien. Als je hier... Hier heb je een poort in dit kasteel. En dan heb je een soort plaatsje waar mensen werken. Wow! Je hebt hier ook echt paarden.
tongen. Nee, zijn neus tong. Verpest het nou weer niet. Wacht, kijk. Is dat een hoorn? Dan is het nee, dit is een hoorn. Het is een unicorn. Pink. Laat hem los. Oh, sorry. Weet je wat, ik heb je wel overhand. Ja. Oké, ik ga even een baltje doen met deze unicorn. 10 uur later. Oké. En dat is hoe ik dus in deze tijd gekomen ben. Sorry. Ik weet dat je aan het creperen bent in de muur. Maar dat is niet mijn schuld. Eigenlijk wel. Waar is het? Misschien is hij is net als die ezel misschien wel weer terug naar zijn eigen tijd. Oh, kan iedereen terug naar zijn eigen tijd? En wij niet. Wacht eens. Misschien moeten we wel het gaan proberen bij de heksen. Wat als we nou dood gaan? Ja, eigenlijk. Je bent te jong om te sterven. Misschien weten ze wel raad. In Old Goat Mountain is een oude geit. Nee, moet je verslaan voor de koning. Misschien die hadden we al verslagen. Je weet toch wel. Ah ja, die oude. Die oude laatste. Gek. Op bezoek bij Kasteel Warm. Goat Simulator hashtag 6 Free Puffle. Lekker warm, maar staan, hè? Oké, misschien weet ze raad in het dorp. Jammer dat ik van jou nog geen scheep moet laten. Oh. Gelukkig gaan we deze Goat Wind Wall jouw Goat Wind tegen. Kom, we gaan naar het dorpje waar de heksen wel raad weten. Oké, we slapen. Oh, ik zag Fireball. Fireball. Du. Misschien. Ah, ik zie het hier al. Hier is de poort van Twistram. Dat is een onheilspellend dorpje. Met vijandelijke geiten, toch? Zijn geen geiten. Boeken. Het is hier nou weer achter deze ton. Nu word ik nieuwsgierig. Oh, de ton is het bijzonder. Ja, ik vind er niks bijzonders aan. Mevrouw, weet u misschien waar hoe wij weer terug naar 2015 komen? Klinkt misschien raar, maar we zijn van 2015. Kunt u daar misschien op antwoord geven? Ja, dan moet je je tijdreisenergie hebben. En dan moet je in dit vuur stappen. En dan plof je. En dan ben je weer terug naar je eigen tijd. Leuk, hè? Oké, bedankt mevrouw. Dat je net over mijn enthousiast. Kom, we gaan niet over mij heen. En wat moesten we hebben? Een tijdreisenergie? We moeten tijdreisenergie moet weer vol zijn. Dus. Dit balkje hier, onderaan. Laat me nou eens een keer met rust! Volle maan! Nee, zo ben ik niet. Ah. Nee, je vermoordt liever unicorn. Nee, die heb ik niet vermoord. Ik heb ze terug. Ze teleporteren van hun eigen persoon. Dus even kijken. Het bootje. Nou ja, zodra die vol is, dat duurt waarschijnlijk niet lang. Dan kunnen we weer terug naar onze eigen tijd. Oh shit. Gelukkig gaat deze iets langzamer dan die speedboot in onze eigen. Nee, echt, die gaat gewoon zo hard dat je er gewoon vanaf valt. Vanaf vliegt. Waarom gaat die zo langzaam? Gelukkig is die nu wel iets sneller. Maar 1, 2, 1, 2, 1, slaap! Doorroeien. Ja, doorroeien. Hé, hey, we krijgen hier ook echt XP voor. Huh? Hij is blijkbaar gecrashed. Ah. Nee, hij is doorgegaan. Ah. Doorgroeien! Wacht, hij zit wel door te groeien, maar hij komt niet vooruit. Het is gewoon een glitch. Ze zijn waarschijnlijk gecrashed. Oh, hij vloog gewoon in de lucht. Daar! Hij vloog, waar? Nee, jij is nu weg! Snel, doorgaan, rennen! Waar is hij? Bottom! Wow! Die gast is snel! Ja, voor een bootje. En ik dacht altijd dat hij langzaam was.